op mijn kanaal. Ik heb vandaag een video wat ik zelf een van de leukste video's vind. En dat is namelijk een shoplog. Ik heb zelf wat leuke dingetjes gekocht bij de H&M, de Bijenkorf, bij Addicts The Label. Maar ik heb ook wat leuke items mogen ontvangen van Lovies en Naked. Ook bij Comcast Fashion heb ik wat leuke items mogen uitzoeken. Alleen dat is helaas niet op tijd binnengekomen voor deze video. Maar dat zal ik dus in mijn aankomende week vlog laten zien die dinsdag online komt. Dus ben je nou toch benieuwd wat ik bij Comcast Fashion heb uitgezocht? Check dan zeker even aankomende dinsdag die weekvlog. Want daar zal ik dat allemaal in laten zien. Als je denkt, wat zit je in een gekke kamer? Ik zit in de kamer van mijn broertje. Omdat het in mijn kamer echt veel en veel te heet was om deze video op te nemen. En de belichting was hier ietsjes beter. Maar laten we nu maar snel beginnen met deze spulletjes. Want het pakketje van Lovies ligt hier al een week. Ik heb nog niks opengemaakt. Of nou, de zak wel opengemaakt. Maar nog niks gepast en zo. Ik ben echt heel erg excited. Dus laten we beginnen. Laten we maar meteen beginnen met Lovies. Want dit ligt hier al langs. Daar ben ik het benieuwd naar. Het eerste wat bovenop ligt van Lovies is dit t-shirtje. Ik had weer even twee extra t-shirtjes besteld. De ander komt zo meteen. Omdat ik had eigenlijk alleen nog maar witte t-shirtjes. En ik miste wel een beetje kleur en gewoon leukigheid. Is dat een woord? Leukigheid? Volgens mij niet in mijn kast. Dus ik zag dit t-shirtje op de site en ik dacht, dat wil ik. Ik heb hem in een maatje XS. En het is, zoals je kunt zien, een grijze. En er staat op Girls Tour. En volgens mij is het best wel een bekend shirtje. Maar ik vind hem echt ontzettend leuk. Deze is 22 euro. En het stofje voelt echt heel erg lekker aan. Echt zo'n lekker dun zomerstofje. Hij is ook best wel stretchy. Stretchy, ik haat dat woord. Maar hij zit best wel veel stretch in. Dus deze heb ik uitgekozen in een maatje XS. Dan, zoals ik al zei, had ik nog een t-shirtje uitgekozen. Dat is deze roze met neon gele letters. Ik weet niet, maar toen ik deze zag, dacht ik van, die moet toch gewoon mee naar Kos. Ik weet niet. Ik zag mezelf al helemaal staan op de boot. Want we gaan een boottocht maken. En ik dacht, leuk met dit shirtje. Het is dus een knalroze shirtje. En er staat op Wild met neongele letters. Ook deze is weer 22 euro in een maatje XS. Dit is wel een iets ander stofje. Deze voelt ietsjes dikker aan en iets, zit iets minder stretch in. Ook dit vind ik gewoon een lekker aanvoelend t-shirt. Zeg je dat goed? Ik weet niet of dat goede zin is. Maar ook dit t-shirt voelt lekker aan. En deze lijkt wel ietsjes langer volgens mij dan de vorige. Maar dat zullen we zo meteen vanzelf zien met het aanpassen. Met het aantrekken, met het passen. Ja, dat. Maar deze in ieder geval. Dan geloof ik nog dit groene hemdje. Ik zag hem op de site staan in echt 20.000 verschillende kleuren. Ze hadden wit, geel, rood. Volgens mij hadden ze ook nog lila of zoiets. Maar ik denk, ik vond die groene kleur wel heel erg mooi. Dit is hem. Hij stond op een model echt super mooi. Ik dacht, dit is zo leuk. Ook weer voor Kos met een wit rokje of met een spijkershortje. Het is dus een licht groen hemd. Er zit dus een hele lichte glitter in. Ik weet niet of je dat op de camera goed kunt zien. Maar in het echt is het ook maar een subtiele glitter. Dus dat vind ik heel erg mooi. Aan de voorkant zitten VL's en aan de achterkant zitten VL's. En deze is normaal gesproken 23 euro. Dan deze top in een beetje een soort klei-achtige kleur vind ik. Deze leek me dus heel erg leuk voor het uit eten voor even Bos. En ik zal jullie laten zien waarom. Dit is namelijk best wel een nette top, maar toch wel weer heel erg speels. Zo, ik weet, ik vond hem heel erg leuk. Hij heeft een mooie laag uitgesneden veel aan de voorkant. En dan gaat hij vast met knoopjes. En dan onder heeft hij zeg maar zo'n roeselrandje en van die poffenmouwtjes. Ik vond hem gewoon echt heel erg schattig. Dus deze. En deze heb ik ook in een XS en was 25 euro. Dan iets van Lovies waar ik echt ontzettend benieuwd naar was. Eén, omdat ik een broek heb besteld en vaak broeken bij mij veel te lang zijn. En twee, omdat ik de top in een S besteld heb, terwijl ik eigenlijk normaal altijd een XS heb. Maar ik vond het zo'n leuke set. Het is namelijk een bijpassende set. Ik wil het niet per se bijpassend gaan dragen, want ik vind die broek ook heel erg leuk met een witte top. Of die top heel erg leuk met een witte rokje of iets. Maar ik zag het op de site en ik vond het zo mooi. En toen dacht ik, ja, waarschijnlijk gaat die broek veel te lang voor me zijn. Maar dan kan ik hem gewoon naar de kleermaker brengen om hem in te laten korten. En die S bestel ik gewoon in de hoofd dat hij niet te groot is. Dus ik ben echt onwijs benieuwd. Kijk nou even hoe leuk dit zomerse printje is. Ik dacht, ja, dit is ook veel te leuk met een witte crop top of zo. En dan mijn zwarte Isabel Marantz eronder. Maar het is dus zo'n hele lange wijde broek. Het is niet echt een flare broek, want hij valt eigenlijk al vanaf bovenaan best wel wijd. Maar dat vond ik juist heel erg leuk. Hij heeft hier aan de zijkant een rit. En de broek heb ik dus wel in een XS. En ja, dit vind ik echt helemaal geweldig. Hij ziet er best wel lang uit. Maar zoals ik al zei, als hij echt veel te lang is, dan breng ik hem morgen desnoods gewoon naar de kledingmaker. Zodat hij volgende week nog mee kan op vakantie. Deze was 35 euro, dus dat vind ik oprecht best wel meevallen voor een broek. Normaal bij sommige webshops zie je natuurlijk altijd dat zulke broeken al gauw 50 euro zijn.
bij Lovis dus niet. Dus dat vind ik echt extra leuk. En kijk nou even dit printje hier. Word je toch gewoon, ja, ik word hier echt verliefd op. Dus die. En daarbij dus bij passende top in een S. Ik hoop echt met heel mijn hart dat die gaat passen. Want ik heb dus normaal gesproken een XS. Maar ik vond hem zo leuk en ze hadden geen XS meer. Dat ik dacht, ik ga dat ook gewoon wagen. Ik ga gewoon de S proberen. Zit hij misschien een beetje oversized, maar maakt me niet echt uit. En zoals ik al zei, van ik ga dit niet per se samen als setje dragen. Oh, hij ziet er gelukkig niet zo heel groot uit. Ik denk dat ik dit misschien wel zou passen eigenlijk. Ik hoop het. Maar het is in ieder geval een crop top. En ook weer zoals eigenlijk bij dat vorige kleikleurige topje. Heeft hij een mooie V-hals. Sluit hij met wat knoopjes. En onderaan kan je hem nog vastmaken met een knoop. En daar kan je een strik van maken als je eventueel zou willen. Maar je kan hem ook los laten hangen. Ik zou er denk ik eerder een knoop of een strikje in maken. En hij heeft lange mouwen. Deze was 28 euro. En ja, deze vind ik ook weer gewoon heel leuk. En ik weet inderdaad niet of ik hem per se samen zou dragen. Dat is misschien wel heel erg over de top. Maar apart vind ik ze ook beide gewoon echt super leuk. Dit is alles wat ik heb mogen ontvangen van Lovis. Ik ben er echt onwijs blij mee. Ik ben zo blij dat het ook nog voor kost is binnengekomen. Zodat ik alles lekker op me kan meenemen. Ik denk namelijk ook echt oprecht dat alles wat ik net heb laten zien, dat ik dat mee wil nemen op vakantie. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik ga het zo meteen allemaal passen en hoop dat het past. Ook zal ik tussendoor wat aanbeelden plaatsen, zodat jullie kunnen zien hoe het staat en of het echt past. Dat vind ik meestal wel het leukste om zelf ook in video's te zien. Dus dat ga ik ook lekker voor jullie doen. En laten we nu maar verder gaan met Naked. Ik heb wel eens vaker samenwerkingen met Naked. En daarbij heb ik ook altijd een kortingscode voor jullie. Die heb ik nu ook. Alleen hij is helaas nog niet geldig. Hou mijn Instagram in de gaten om te weten wanneer de kortingscode geldig is. En hoe lang je hem kunt gebruiken. Hoeveel procent korting je erop krijgt. Hou gewoon mijn Instagram in de gaten. Want dan blijf je op de hoogte wanneer de kortingscode geldig is. En dat scheelt toch weer wat geld. Voor nu ga ik wel vast de items aan jullie laten zien. Want ik dacht dat is wel leuk. Omdat dit is natuurlijk een zomershoplog. En al deze items zijn zomergerelateerd. Heb ik ook uitgekozen voor kost. Dus ik dacht het is wel zo leuk om ze wel vast te laten zien. Kortingscode komt er dus nog aan, dus hou mijn Instagram daarvoor in de gaten. Laten we maar beginnen met deze top. Hier ben ik echt zo excited over. Ik vind het zo'n mooie kleur. Ik hou echt van geel in de zomer. Dit is namelijk een topje in de maat 32. En deze is van zo'n influencer collectie volgens mij. Hannah Track. Ik heb geen idee. In ieder geval, Naked doet soms wel samenwerkingen met mensen zoals Anna Lucien, Kay Sutherland, Queen of Jetlags en zo ook deze chick. Ik ken haar alleen niet. Maar die hebben dus samen dit blouseje uitgebracht. En die vind ik echt onwijs leuk. Ook weer voor kos, ook weer voor naar het strand. Met een shortje en dan gooi je bikini eronder. Maak je een knoopje. En ja, ik zie dit al helemaal voor me. Ik heb hem dus in een maatje 32. Omdat ik altijd vind dat naked items best wel groot vallen. En deze ziet er ook weer best wel groot uit voor een 32. Dus ik ben heel blij dat ik voor een 32 ben gegaan. Kijk nou even hoe leuk dit kleurtje is. Op camera komt hij wel ietsjes minder fel over. In het echt is hij wel ietsjes geler. Maar ik vind hem heel erg leuk. Dus die. Dan nog een topje van Naked. Waar ik echt... Ik zag hem op de site en ik wilde hem zo graag hebben. Ze hadden hem in het wit en in het zwart. En ik twijfelde zo erg van, moet ik nou wit, moet ik nou zwart doen? En ik dacht, weet je, zwart ben je altijd... hij komt er uit de onderkant uit. Handig. Ik dacht, ja, weet je, bij zwart ben je altijd safe. Zwart schijnt vaak niet door. Wit schijnt soms nog wel eens door. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor zwart. Maar het is dus deze top. Het is zo'n... Ja, hoe leg je dit uit? Een topje met aan de voorkant is die recht. En dan opeens gaan die armpjes zeg maar zo omhoog. Het is niet een... Ja, je zou misschien ook nog wel off the shoulder kunnen dragen. Maar op het model zag die er zo uit. En deze was dus ook nog in het wit. En deze aan de zijkant van die... Ja, van die elastieke mouwtjes. Ik heb hem in een XXS, omdat ik zoals ik net al zei, Naked altijd best wel een beetje groot vind vallen. En hier zit ook weer best wel veel stretch in. Dus ik denk dat dat wel goed moet komen. Dus deze heb ik gekozen. En deze lijkt me bijvoorbeeld ook weer heel erg leuk op een rokje of een gekleurd broekje of iets. Alles wat ik hier nu gewoon heb liggen, dat wil ik gewoon meenemen op vakantie. Maar ik weet gewoon, ik ga maar 8 dagen. Ik heb dit allemaal niet nodig. Maar ik vind het zo leuk. Ik wil het allemaal gewoon echt meenemen. Maar ja, die dus. Dan een hemdje van Naked. Ik had hem eigenlijk eerst in een andere kleur doorgegeven. Maar die was van helaas uitverkocht. Maar ik vond het topje er zo mooi uitzien. Dat ik dacht, nou ik kies deze kleur maar. Ik weet niet helemaal of het mijn kleur is. Maar we gaan het zien. Deze heb ik wel in een XS besteld. Omdat
Ja, ik weet niet eigenlijk waarom. Gewoon op de gok genomen, denk ik. Maar het ziet er op zich wel oké uit. In een beetje een huidskleurig bruin kleurtje, zoals je kunt zien. Vaak doet mij deze kleur niet heel veel goed als ik nog bleek ben. Maar ik denk op vakantie word je wel lekker bruin. Dus dan is dit wel heel erg mooi. Bijvoorbeeld ook weer met een zwart rokje, wit rokje. Noem het maar op. En dan als laatste waar ik echt super excited over ben, zijn namelijk deze twee Levi's shortjes. Een jaar geleden ongeveer heb ik ook bij Naked twee Levi's shortjes uitgekozen. Een witte en een donkerblauwe. Alleen dat waren zeg maar de middle rise high. Ik weet niet. In ieder geval, ze waren niet high-waisted. En ik vind bij shortjes juist heel fijn als ze high-waisted zijn. En dat waren die niet. Dus ik heb die toen verkocht via Unite Wardrobe. En nu mocht ik weer wat nieuws uitzoeken bij Naked. En ik dacht, ik ga binnenkort weer op vakantie. Ik heb shortjes nodig. Laat ik deze twee bestellen. Deze zijn dus wel de high-rise... Blablabla. Ik ga hier als toets op. Ja, de high-rise tall height. Sorry, mijn Engels is echt bizar slecht. Maar ik heb in ieder geval twee Levi's shortjes uitgekozen. Eentje in een lichtblauwe kleur, dat is deze. Ik heb hem in een maatje B25. Ik hoop met heel mijn hart dat ze passen. Want van mijn normale Levi's lange broek heb ik een 23. Maar van mijn vorige shortjes had ik een 25. Dus ik dacht, ik doe van een shortje ook gewoon 25. Want het valt toch allemaal weer even iets anders. Maar in ieder geval, dit is het eerste shortje. Ik vind het echt een bizar mooie kleur. Gewoon het hele lichte blauwe. Daar ben ik echt fan van. Ik weet niet, ik vind het heel mooi en gewoon... Ik weet het, ik vind het gewoon zulke mooie shortjes. Ook gewoon bijvoorbeeld met zo'n hemdje erop. Of met, nou bijvoorbeeld als ik naar het strand ga, dit topje erop. Ik vind het echt onwijs leuk. Of gewoon met zo'n t-shirtje bijvoorbeeld van Lovis erop. Leuk voor in de avond als je even winkeltjes gaat kijken. Dus deze, die heb ik dus in het lichtblauw. En omdat ik dacht, je kan nooit genoeg shorts hebben, heb ik hem ook in het grijs gekozen. Donkergrijs tegen het zwarte aan. Precies hetzelfde model, ook weer in dezelfde maat. Dat is deze. Ik vind dit ook echt een hele mooie wassing. Lichtgrijs en... Of lichtgrijs hier en dan weer donkerder hier. En op de achterkant lijkt het soms wel een beetje zwart. Ik weet niet, ik vind het gewoon echt heel erg mooi. En wat ik ook heel erg leuk vind bij deze shorts is dat die gerafeld is aan de onderkant. Ontvangen van webshops waar ik echt onwijs blij mee ben. Wil je dus nog weten wat ik nou van Conkit Fashion heb gekregen? Kijk dan zeker even mijn aankomende weekvlog, want dat zal ik daarin laten zien. Nu gaan we verder met de dingetjes die ik zelf heb geshopt. Ik ben namelijk afgelopen zondag met Miel eventjes naar de Bijenkorf geweest. Want bij de Bijenkorf heb je de laatste sale dingetjes nu. En misschien kennen jullie het merkje Melt wel. Ik kende het eerst niet, maar ik liep toen een tijdje geleden, 2 weken geleden of zo, met Rosa aan de stad. En zei ze, oh kijk wat een leuk merkje, Melt heet dat, bla bla bla. Dus ik kende dat merkje door haar, dus ik zat op de Bijenkorf site te kijken. En ik zag er echt een heel leuk setje. Het was een trui met een rok. Alleen online hadden ze de trui niet meer. Dus ik was met Miel naar de Bijenkorf in de winkel geweest. Hadden ze de trui ook niet meer, maar wel het rokje. En ik dacht van ja, ik vind het rokje zo leuk. Ik wil hem gewoon echt hebben. Het is namelijk dit roze rokje met allemaal sterretjes erop. Wel vind ik het heel jammer dat ik de trui er niet heb bij kunnen scoren. Want het was echt het perfecte setje. Maar nu ga ik gewoon op zoek naar een trui die er ook leuk bij past. Ik twijfel wel nog een beetje over het rokje, omdat... Ik had hem echt in mijn hoofd zeg maar als setje met die trui. En ik heb die trui nu niet. Dus ja, ik weet niet. Ik twijfel gewoon nog een beetje. Normaal was deze 100 euro. Je betaalt hier nou weer 100 euro voor, maar oké. Maar nu de sale was hij dus 50 euro. Ik vind hem wel echt heel erg leuk, maar ik moet er gewoon nog eventjes over nadenken. Dus dat is die. Dan had ik ook een bestelling geplaatst bij Alex the Label. Alex the Label was echt een... Heel leuk merkje. Ik heb er qua kleding eigenlijk nog niks van. Ik heb er wel een tas van. En ik heb een hele leuke jas gezien die ik echt deze winter wil gaan kopen. Nou, het is niet echt een winterjas. Het is meer een herfstjas. Dus als ik terugkom van vakantie van Kos, ga ik zeker kijken voor die jas. Want ik krijg die jas gewoon niet uit mijn hoofd. Hij is echt geweldig. Maar daar wacht ik nog eventjes mee. Want het is nu natuurlijk nog niet echt winter. Herfstjas weer. Gelukkig. Maar wel heb ik daar een t-shirtje besteld. Die was in de sale. En ik weet niet. Ik vond het gewoon echt een hele mooie kleur. Dit is het t-shirtje. Ik zal hem eventjes open maken om te laten zien. Ik heb hem besteld in een XS. En hij was nu afgeprijsd naar 35 euro. Terwijl deze t-shirtjes normaal 60 zijn. Dus dat vond ik wel een lekkere deal. Oh, hij ziet er best wel groot uit voor een XS. Ik ben heel blij dat ik geen S had besteld. Ik dacht, zou ik nog een S bestellen? Valt hij lekker oversized? Maar volgens mij valt hij van zichzelf al best wel oversized. Het is dus een beetje een rood koraal verwassen kleurtje. En er staat dus met witte, beetje cremige letters op. Alex the Label. En dan gewoon rock and roll, bla bla bla. En een
logootje. Ja, ik vind het gewoon echt een super leuk merkje en een heel leuk shirtje. En ook bij Alex de Label hebben ze rokjes. Dus vandaar dat ik een beetje twijfel of ik deze niet terug zal brengen. En een leuk rokje bij Alex de Label kan scoren. Omdat Meld is natuurlijk best wel een beetje een schattig merkje. En Alex de Label is wat stoerder. En ik twijfel gewoon heel erg. Dus nou ja, oké, dat rokje moet ik even over ophouden. In ieder geval dit shirtje dus. En deze was nu 35 euro. Wel betaal je 6 euro voor zendkosten. Wat ik best wel veel vind. Want dit was gewoon door de brievenbus. Daar betaal je normaal gesproken maar 3,95 voor. Maar vooruit in ieder geval dit shirtje. En hier ben ik echt heel erg blij mee. En dan weer als laatste van deze video. Een trui heb ik bij de H&M besteld. Ik zal denken van waarom bestel je een trui als het 24, 25 graden buiten is. Maar dat zal ik je uitleggen. Ten eerste vind ik de kleur gewoon echt bizar leuk. En ten eerste vind ik de kleur gewoon echt rete leuk. En ten tweede, de trui was in de sale voor maar 7 euro. En ik had nog een kortingsvoucher van 4 euro. En dan heb je als member zeg maar een bepaald aantal punten gehaald. En dan krijg je een kortingscode ding. Dus deze trui heb ik voor, even kijken, voor 3,20 heb ik deze trui besteld. En ik dacht van ja, weet je, hij is nu in de sale. Ik vind de kleur leuk. Ze hebben mijn maat. 3,20 voor een trui is geen geld. Dus die heb ik besteld. En dit is echt... Oh, deze trui is van zo'n lekker stofje. Ik vind hem zo leuk. Die kleur ook. Bijvoorbeeld op mijn witte flarebroek. Ik heb een witte flarebroek. En dan deze trui. En dan Miche Bamorans. Ja, ik vind het heel leuk. Hij heeft van voor een V-hals. En dan naar beneden loopt hij met een streep door het midden. En de achterkant van de trui is ietsjes langer dan de voorkant. Ik weet niet of je dat goed kunt zien. En het stofje, het is zeg maar een heel lekker zacht stofje, maar geen kriebelstofje. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus deze voor 3,20, echt een koopje. Dit was alles wat ik gekocht heb en gekregen heb. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Vond je het nou leuk, doe dan een duimpje omhoog. En laat in de reacties achter wat jouw favoriete item is van deze shopblog. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer.